Dat Amsterdam nauw betrokken was bij de slavenhandel is op veel plekken in de stad nog steeds terug te zien. Zoals hier, aan de gevels van de grachtenpanden. Maar ook de ambtswoning van de burgemeester aan de Herengracht. Hier woonde Paulus Godin. Hij was bewindvoerder van de West-Indische Compagnie en directeur van de Sociëteit van Suriname. De handel van tot slaafgemaakte mensen begon in de 17e eeuw nadat Nederland een stuk grond in Brazilië veroverde. Iets later deden ze hetzelfde aan de westkust van Afrika, daar waar nu Ghana ligt. Daar staat Fort Elmina, gebouwd door de Portugezen, afgepakt door de Nederlanders en 2 eeuwen lang gebruikt als hoofdkwartier van de WEC. Het is ook de plek waar mensen werden vastgehouden, gebrandmerkt en op schepen werden vervoerd naar onder andere Suriname en Curaçao. Daar werkten ze op plantages of werden doorverkocht aan andere Europese landen. Op 1 juli 1863 schaf Nederland als een van de laatste Europese landen de slavernij af. Nederland heeft dan al meer dan 500.000 mensen verscheept en verkocht. Toch moeten zij gedwongen nog 10 jaar doorwerken voor bijna niets. Daarom vinden veel mensen dat de slavernij pas echt afgeschaft werd op 1 juli 1873.